Hi, beste RTL Boulevardkijkers. Oh, sorry, schat. Wat gaan we doen? Ik ga hele stoere schoenen kopen voor onze zoon. Ja, maar we weten nu eindelijk dat we een zoon krijgen. Dus wilt Rosanna stoere schoenen kopen? Ja, voorheen. Kijk eens hoe ze hier staat. Kijk. Wat is dat dan? Altijd die handjes op de rug. Echt zo'n oud manneke zo van. Zo, we gaan even naar de stad. Dus we gaan even in Venlo shoppen. Ja, we zijn gepasseerd. Nou goed, waar gaan we heen? Huh? Nou, we zijn nu in Venlo. Niet mijn favoriete stad, want geef mij maar Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam. Ja, zing door. Nee. Tulpen uit Amsterdam. Nou, we gaan even een leuke winkel zoeken waar we hele leuke ruige jongensschoentjes kunnen krijgen. En schat? Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, we hebben eindelijk een schoenenwinkel gevonden. Hi. Allemaal schoentjes, maar hebben ze hier kinderschoentjes? Hebben jullie kinderschoentjes? Gaan we eens eventjes kijken wat ze allemaal van schoentjes hebben. En schat? Waar dan? Oh ja. Nou. Zit er iets bij wat je leuk vindt? Dat is niet wat je zoekt dan. Nee, ik hoop niet aan bijvoorbeeld. Die bruin vind je toch stoer? Ja, maar die heb ik een kleur. Oh. Maar we zijn niet zeggen dat we zijn uit. Wat nu weer? Oh, echt jij met je merken. Je bent nog gewoon. Kijk die sokjes dan. Kijk hier. Wat leuk. Het is een rompeltje alles, mutske. Als je mij mag pakken hoor. Ik vind het leuk, ja. Kunnen we nu naar huis? Bedankt. Het eerste pakje hebben we alweer gekocht voor onze kleine. Nu we weten dat het een jongen is, gaan we allemaal natuurlijk jongenspulletjes inslaan. Toch, schat? Ja, dat is wel de bedoeling toch. Niet al te veel, hè, want... Waarom niet al te veel? Ja, hallo, het komt hier ook weer zo uit. Oh, we gaan alweer de volgende winkel aan. Ja. Nou. Hoi. Ro houdt echt van sportartikelen, schrikkelijk. Geef mij maar een lipglossje of zo, daar ben ik veel blij mee. Nou, dan zijn we hier klaar, kom maar dan. Ja, we moeten wel heen, dat is nog snel, ja. Is er verder geen sportwinkel meer? Ik heb misschien zouden we dan toch maar naar Amsterdam moeten gaan, schat. Veel meer keus dan hier in dat dorp. Gezellig, met de trein naar Roermond. Hi. Nou, sinds Roos zwanger is het alleen maar eten. Roos eet echt veel. En ik eet net zoveel mee. Want, Oké, zij eet dan een hamburger en ik eet dan een McMuffin. Ik heb geen hamburger, ik heb nuggets. En ik hou gewoon van McDonald's. En ik word net zo dik, ik ben echt, kijk hier wat een pens. Ik heb wel spa blow, hè. Maar ja, als de oorlog uitbreekt. Maar als de oorlog uitbreekt. Hebben wij wel wat om bij te zetten. Maar dikke mensen verhongeren eerder dan dunner. Nee, schat. Geen sieraden vandaag. Gewoon babykleertje. Nee, past sowieso niks. Zo, we gaan weer naar onder. We hebben het gehad hier. We gaan weer. Kijk uit, het gevolgd hier. We hebben het gehad hier in Venlo, we gaan nu naar Roermond. En schat? Nou, waar zijn we nu? Roermond. Roermond. Een van de gezelligste stadjes hier in Limburg, toch? Vind je? Ja, en Maastricht. Ja, alles wat meer in het zuiden is leuk. Ja. Dus we gaan nu kijken of we hier wel slagen voor schoentjes. Kijk die doosjes hier. Oh, wat schattig, zo klein. Pas drie keer in mijn doos. Oh, wat leuk. Kijk, wat schattig. En, heb je ze gevonden?
Ja. Ja, wel heel kleine maat hoor. Ja, is toch goed? Je wou toch die schoentjes hebben? Ja. Nu hebben we ze. Nou, schaam, ben je blij nou? Ja, zeker. Je bent zeker nog blij dat het een jongetje is. Ja, zeker. En hij gaat ze in de tas doen. Kijk eens aan, de tas is een beetje groter voor, maar goed. Hey, waarom zit je nou te lachen, Jan? Omdat ik dat leuk vind om te doen. Ben je blij? Ja, zeker. Oh, je bent echt blij, ja. Nou moet ik alleen zelf met die schoenen gaan kopen. Maar dat doe ik pas als ik een motor heb gekregen van jou. Oh. Nou, dan kan je lang wachten, schat. Ja, dat geloof ik. Je belooft nee, heel lang wachten. Misschien als ik ooit een songfestival ben, dan krijg je wel een motor. Dat krijg je niet voor betaald, hoor. Wat? Dat krijg je niet voor betaald. Nou, dat is wel leuk, hoor. Nou, we zijn nu bij Roos' moeder. Wat? Oh. Wat zei je nou, Ro? Niet op de tafel zetten, zei Want? Ik. Want? Nieuwe schoenen op de tafel brengt ongeluk. Ah. Nou, we willen even kijken wat onze mijn schoonmoeder en Rosanne zijn moeder te zeggen hebben over de... Oh, echt? Niet dat moet wel, hè? Nee, hoef je niet eruit te halen. Oh, wat leuk. Oh, nee. Hek. Oh. Oh, kijk. Oh, wat leuk, man. Wat is deze dan? Oh, ik kan niet wachten. Ik wil die zien als ze die aan heeft. Och. Goed, man. Het is nu al verwend. Schattig. Ik hou er ook van.